Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe serie, een nieuwe aflevering en iets heel gaafs. Welkom bij Da Vinci-stijl wereld, oftewel de wereld van Da Vinci-stijl. Alles is mogelijk in de wereld van Da Vinci-stijl. En welkom dames en heren, dit is niet zomaar een normale survival serie, nee dit is een hele aparte en ik zal je uitleggen waarom. Dit is mijn huis. En het is de bedoeling dat ik dit huis ga vernieuwen. Dat ik dit huis mooier ga maken. Dit is een standaard huis die ik heb gemaakt in Creative. Maar moet overleven in Survival. Ik mag dus ook niet gaan cheaten. En ik mag toch ook helemaal niks doen. Hier is ons wat moet ik nog doen lijstje. Dit zijn de taken die ik vandaag heb geselecteerd voor deze aflevering. Het verkennen van de map. Het hout inslaan. En een nieuw gebouw. Idee, comma, slash. Ik zou uitleggen wat mijn kamer is, wat mijn huis is. Ik zou het kort uitleggen. Hier is dus een bed. Hier is de ovens waar ik wat kool in heb zitten. Dat is eigenlijk al voorgeprogrammeerd. En hier loopt een schoorsteentje naar boven. Hier hebben we onze weapon chest en een fishing rod. Dan hebben wij hier een koelkastje met daarin ook wat eten. En we hebben namelijk ook een taart. En we hebben een vleermuis. Jij mag niet naar binnen. Dit is onze boekenkast. Met daarin, of daarnaast, de voorwerpen die we eigenlijk hier en daar af en toe nodig hebben. Zoals kool en Clarabel. We hebben ook een huisdier. En dat is mijn grote vriendin Clarabel. Ze staat hier in de wei. En ze heeft een prachtig stukje plek naast het huis. Dus dat is het huisdier. En het is nog een beetje troep hier en daar. Zit er wat spinnerig. Maar dat gaan we dus ook een beetje vernieuwen. De vleermuizen, die vliegen hier gewoon in dit huis. Ja, voor mij mag je hier vliegen als je mij geen kwaad doet. En ik wil geen vampier worden vannacht. Dit is de televisie en dit is de sofa. De televisie doet het nooit. Nee, nog steeds geen signaal. Ik hoop zo dat hij gewoon een keertje doet. En ook voor jullie gewoon, hè. We gaan naar buiten, want nu hebben we binnen het een beetje gezien. En buiten aangekomen is een pad met hier Clarabel de koe. We kunnen even naar haar toe. Dag Clarabel, hoe gaat het met jou? Je ziet er weer schattig uit, Clarabel. Doei Clarabel. Ja, ze ziet me hoor, want ze vindt me een geweldige... Ik kan mezelf niet een boer noemen, maar gewoon een eend. Ja, kijk, ik ben een eend. En hier hebben we dan iets speciaals. Iets heel gaafs. Dit is namelijk de speciale mensenclub. En wat houdt het in... Hier komen signs te staan met misschien wel jouw naam erop. Wat je hiervoor moet doen is stuur jouw mooie super idee, een foto, het kan een artwork zijn of een hele leuke mail. En wie weet verdien jij wel een plekje in deze geweldige speciale mensenclub, hè? Zo heb ik het genoemd. Dus stuur even naar het onderstaande e-mailadres wat je nu in beeld ziet. Stuur jij jouw mooie super idee, een foto of artwork of mail naar me toe. En wie weet selecteer ik jou eruit. Zet daarbij je naam, je voornaam en je achternaam. Of alleen je voornaam, dat is misschien leuker. En wie weet krijg jij een plekje op deze speciale mensenclub. Nou, er kunnen nog maar 12 borden. Ik weet het, is nog niet veel. Maar hoe meer wij spelen en hoe meer dingen wij krijgen, hoe groter dit wordt. En dan moeten wij dus in survival gaan uitbreiden. En hetzelfde als wat we gaan bouwen. Want we willen namelijk hier... wel wat moois van maken. Dit moet mijn eigen wereld worden. Met leuke dingen. Ik ga eens naar binnen. Want we hebben een wat moet ik doen lijstje. Dit is gewoon een ideelijstje. Verkennen. We gaan de boel eens verkennen. Dat hebben we gedaan. We weten dat hier de televisie staat. Hier de boekenkast. En hier het keukentje. En hier onze... oventjes. En ons plantje. Ons plantje moet trouwens heel goed verzorgd worden. Ik hoop dat we, als we opstaan elke morgen, dat we wel kijken naar dit plantje. Want dat is belangrijk dat we dit in de gaten houden. De tweede ding, hout inslaan. Daarvoor hebben we de wapens nodig. Dus ik ga alvast mijn... wat zullen we pakken? Zullen we gewoon gaan beginnen? Ik pak de stone axe en we gaan gewoon beginnen met wat hout inslaan. Ik bedoel, dat is de... Wordt het nacht? Het wordt nacht. Ik moet gaan uitkijken, want 's nachts komen altijd vervelende beesten. Maar ik ga vast wat hout verzamelen nog, voordat het nacht wordt. En we krijgen gelijk een achievement, dat is leuk om te weten. Onze eerste achievement voor deze serie. En er zijn natuurlijk verschillende soorten wood. Dit is birch en dit is gewoon oak. En ik ga maar even voor oak wood. Ik weet niet hoeveel hout we moeten inslaan. Het is gewoon een beetje dat we denken van, nou, dit is wel genoeg. Zo. En we moeten sowieso een opslag maken in ons huisje. En dat hebben we ook nog niet gemaakt, maar het wordt nacht...
En ik denk dat ik ga schuilen. En zien we al de maan ergens? Nee, we zien nog niet de maan, maar het wordt wel donker in ieder geval. Ik ga naar, daar komt de maan al. En we gaan lekker slapen. We hebben 16 ook goed, maar dat is nog niet voldoende, vind ik zelf. Dus we gaan, volgende dag gaan we nog eventjes verder. Zo. Hoe gaat het met Clarabel? Is klaar? Oh, Clarabel, ik dacht echt dat je even weg was, sorry. Clarabel, ik hou je in de gaten. Je bent een hele ondeugende koe, ik weet het. En misschien dat we ooit in de toekomst nog wel een vriendje voor je scoren. Maar je hebt het nou zo goed bij mij, weet je wel. Ik verzorg je gewoon perfect. Dat weet ik gewoon van mezelf. Ook woed. Ik weet nog op het lijstje verkennen. Misschien moeten we de buurt even verkennen. Want ik ga eens even op deze heuvel staan. Kan ik ergens hoog staan? Ook niet. Misschien moet ik mezelf even naar boven graven. Of even klauteren zo. Dan kunnen we zien of we een beetje een omgeving zien waar we nou precies in zitten. Wow. Damn. Ons huisje staat dus echt in the middle of nowhere. We staan dus hier op een plek. En omringd met bomen. En weet ik het allemaal niet. Maar op, in, ja, tussen die hele bergen hier die we hier zien. Daar kunnen we dus onze hele eigen stadje gaan maken. Met een school en een speeltuin. En misschien kunnen we wel een bank neerzetten waar we een opslag maken. Misschien kunnen we wel een leuke houtzagerij maken en een slagerij. Weet ik het allemaal niet. Misschien als jouw idee wel leuk genoeg is, ga hem uitvoeren. En kom jij natuurlijk in die speciale mensenclub. Zo heb ik het even genoemd. Dit is de club waar het dan begint. En dit is ons huis. Het ziet er mooi uit. Zie je de overstaan al aan. En Clarabel staat er ook te kijken. Die staat naast ons huis. Nou, het ziet er allemaal heel leuk uit. Nou moet ik natuurlijk naar beneden komen. Zo, ik ga deze ook maar slopen, deze boom. Het is wel birchwood. Dat is wel ander wood wat we normaal hebben. En ik ga maar eens even naar binnen. Want we moeten namelijk de wood in een kist opslaan. En die kist hebben we natuurlijk hier in deze kist. Logisch, een kist in een kist. En die pak ik er even uit. En ik heb trouwens nog een plantje in. Voor het geval het ook plantje doodgaat. Maar daar moeten we echt in de gaten houden dat deze gewoon het goed doet. Chesten. Waar gaan we een chest opslag? Zullen we hier in het hoekje doen? Ik vind hier in het hoekje, hier vind ik een mooi plekje. We gaan natuurlijk eerst even naar de crafting table, want we moeten dat hout eventjes in meerderheid splitsen. Zo. En hoppakee, we hebben twee stacks. Dat is mooi. Twee stacks wood. En we hebben ook nog birchwood. Dat was ik helemaal vergeten nog. Kunnen we dat ook nog eventjes fijn vermalen. Dan krijgen we birchwood planks natuurlijk. En die plaats ik ook wel eventjes hierin. Zo, we kunnen nog niet beginnen aan het idee om iets te bouwen. Maar we kunnen wel een idee maken waar we het gaan bouwen. Dus om dat te doen hebben wij stone nodig om het pad te verbreden. Dus wat ik ga doen, ik leg deze stone axe even terug. En dan pak ik even de... Waar zit die? De... Dit is een hele andere textpack, dus het is even wennen voor mij. We hebben trouwens ook een bird sampling. Die ga ik eens even plaatsen. Die zetten we even hier ergens... ik zet hem gewoon hier. Een gras. Dit is lager, zie je dat? Oh, apart. Moeten we ook nog even op gaan vullen dit. We gaan eens even kijken. We gaan eens even stone zoeken. En waar kunnen wij stone zoeken onder de grond? Dat snap ik. Maar kunnen we ergens een gangenstelsel maken? Of iets dat we in ieder geval naar beneden kunnen? Misschien naast het huis? Is dat verstandig? Ik graaf hier gewoon maar wat. Zo, met mijn handen graaf ik in de dirt. Worden mijn handen smerig van? Ik weet het. Ik ben wel een diehard eentje natuurlijk. En alles kan in de wereld van de Vinstel. Alles is mogelijk. En we kunnen ook alles bouwen wat we willen. En daar komt het steen al. Huppakee, we hebben al... Oh, en kool zie ik nou ook, joh. Nou, dat is heel mooi. Wat is dit voor spul? Ik kan het niet goed zien door de andere textpack die ik gebruik. Maar kool hebben we nu in ieder geval wel. Zo, dat verzamel ik even. En we pakken ook gelijk het steen. Om dan met sticks en steen kunnen we dan weer nieuwe weapons maken. We hebben namelijk maar een aantal weapons. En de rest moeten we allemaal zelf doen. En hier is een hoop kool aanwezig. Wauw. Damn, gelijk onder de grond en gelijk zoveel kool. Moet je kijken. Ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel kool hier onder de grond zit. Maar volgens mij ligt er meer kool dan stone. Ik pak het gewoon allemaal mee. Maar we hebben op zich wel genoeg kool. Jeetje, dit is echt veel. Ben ik nou gewoon... Ik ben gewoon... Wauw. Ik word gewoon overdonderd met de kool. Hè? Wauw, dit is heel apart. Nou, genoeg kool zie ik in ieder geval. Working in the coal mine. Oh, hier houdt het eindelijk op. Nou, dat had ik ook wel verwacht. Zo. En ik maak het steen, dan komt er de cobblestone uit. Dus ik moet dat eigenlijk gaan in de oven gaan doen om het steen te maken, daadwerkelijk, voor het mooie gangpad. Want ik wil niet, dat het cobblestone wordt. Dat vind ik een beetje, dat vind ik niet mooi. Ik vind ook dat we een deur hierin moeten bouwen. Kunnen we ergens een andere deur, een achterdeur maken of zo? Eens even kijken. Nou, we kunnen best wel een deurtje maken. En,
Over dirtje gesproken. Dit dirt kunnen we hier plaatsen. En dan groeit dat gras, groeit dan mee natuurlijk met dat dirt. Zo, dit was het. Het ging sneller dan ik dacht. Zo, wat hebben we hier allemaal? We hebben plankjes, maar die moeten we niet gebruiken. Kool. Ik ga die kool gewoon in de oven gooien. En dan gaan we gewoon die cobblestone eventjes, huppakee, dan gaan we die cobblestone even bakken. En dat wordt een steen. Mooi, ik ga het ook verdelen dat het wat sneller gaat. Huppakee. Stomme vleermuis, gaan ons weg. Nou oké, okay, je mag hier blijven als je hier maar ook blijft, weet je wel. Hup, af. Af, hup, af. Nou, oké, okay, nou, ik laat hem binnen. Ik ben ook weer geen dierenverslinder. Dat ik al die dieren moet doden. Ik heb nog een zeppelin trouwens. Die plaats ik hier gewoon naast. Huppakee. We gaan nog even verder. Ik kon nog wel iets meer cobblestone pakken. Hoi, Clarabel. Clarabel heeft het zo naar de zin, heb ik het gevoel. Logisch. Nou, hier hebben we dus heel veel kool in één keer. Dat is alleen maar mooi. En hier hebben we dan stone. Nou, kijk eens aan. En die stone kunnen we dan weer gebruiken om cobblestone te maken en voor ons pad. Ik vind dat weer dat we dan een leuke aflevering voltooid hebben als we het pad ook een beetje mooi hebben gedaan. Ik pak nog wat kool mee. Want ik heb natuurlijk wat kool, ja, is natuurlijk weggehaald uit die ovens. Door het vermaken van die steen. Zo, huppakee. Ik pak nog even twee stukjes mee. Huppakee, zo. Wat een hoop, joh. Moet je kijken, het is helemaal vol. Nou, dat is mooi. Ik heb geluk hier. Wat is dit? Weg. Zo. Ik plaats de kool hierin. En ik zie dat de stone al klaar is. Ik pak het stone. Kunnen we hier trouwens nog wat kool in doen? Ja, huppakee. Ik pak de stone van hier. We hebben 16 blokjes. En dan gaan we nu even kijken waar gaan we het pad naartoe brengen. We kunnen natuurlijk hier een splitsing maken dat het naar die kant toe gaat. We kunnen hem ook naar voren laten gaan. Ik denk dat naar voren nog leuker is. We gaan het gewoon doen. Zal ik een shuffle pakken? Dat is makkelijker. Shuffle. Doe de Melbourne shuffle. Sorry, ik ging los. Ik ging even los, sorry. Af en toe moet je even losgaan. Voor als je Minecraft speelt, dan mag je best wel een keer losgaan. Zo. Dit is wel genoeg, denk ik, voor nu eventjes. Even dit. Kunnen we dit boompje omhakken? Ik heb net mijn... Ah, nou ja, goed. Dat komt later nog wel. Zo. En hebben we genoeg? We hebben niet zoveel. We hebben niet zoveel. Kom op. Ik heb toch nou eens een zeppelin. Die kunnen we nog even ergens plaatsen waar de zon niet schijnt. Nou ja, die schijnt overal. En even kijken naar binnen. Wat hebben we hier? Hebben we hier nog... ik neem gewoon even alle items mee. Dan weten we zeker van... Hé, dat hebben we nodig of dat hebben we nodig. Ik pak nou even wat steen. Hebben we nog wat steen? 1 blokje steen. Wat miserig. 7 blokjes. Kijk, daar kunnen we wat mee. Kom, dit moet opschieten. Hier, ga ook eens wat werken. Aan het werk, hup! Ja, dat is altijd zo vervelend. Als je moet wachten op spulletjes. Ik ga eens kijken, wat hebben we hier allemaal? Nou, we hebben hier... ik heb hier nog reservekool. Dat mag ik hier niet uit gaan halen. Ik bedoel, mocht ik in nood zitten... Oh, die taart is echt overheerlijk. Nee, ik heb geen honger. Wat? Ik word moe van dat beest. Da-da-da-da, steen, steen, steen. Een steen op je beeldscherm is niet fijn, want er komt er een barst in. En hier nog een stukje steen. Ik heb 13 steentjes. Nou, dat zal toch genoeg zijn. We gaan even rennen. Hoi, hoi varkentje. Hallo? Ja, ik praat tegen je. Ik heb een opdracht voor je. Wil je bij Clarabel? Ja, kom maar mee. Ja, goed zo. Ik heb geen pain voor je. Maar we gaan het proberen, ja? Dat gaat nooit werken, dit. Wacht. Ja. Dit zou heel vet zijn als dit werkt. Dit zou heel vet zijn als dit werkt. Dit zou heel vet zijn als Clarabel niet ontsnapt en... Deze varken gaat hierin. Waarom gaat hij hier niet in? Ga hierin. Ja. Oh, ja. Ik moet een naam voor je hebben. Ik moet een naam voor je maken. Ik heb geen nametag. Excuus. Ja, ik heb wel een Clarabel met nametag, maar die is voor mijn koe. Alhoewel. Nee, ik kan jou niet ook Clarabel noemen. Ik ga nog wel een naam voor je verzinnen. Welkom in de familie trouwens. Dit moet natuurlijk ook stone worden, dat zou mooi zijn. En, oh, wat doe ik nou? Wat doe ik nou? Ja, dat is zonde dit, hè. Wat nou als we hier een splitsing doen? Dus hier, ik pak natuurlijk even de schep. Kijk, hier maken we een splitsing. Zo, voilà. En dan gaat hier zo van dit steen zo. En dan hebben we hier een leuke splitsing. En die gaat dan die kant op. Ik kan hem even uitgraven zo. Dat we in ieder geval weten dat die kant op gaat. Logisch, hij gaat niet naar boven toe. En hier kunnen we dan nog... Zo, voilà.
Nou, dat is mooi. Ik ga deze boom nog even omhakken, want die verveelt mij. Die doet gewoon helemaal niks dan staan hier alleen. Dat is het enige nut van deze boom. Hup. En dan hebben we nog wat oakwood. En dan gaan we nog even wat wapens maken. Zo. Dit gaat ook weg hier. Verdwijn! Ik ben net perkamentus, hè? Als je even niet, even met je, gewoon even knipogen. En dan zie je niks meer. Nou ja, dan zie je geen boom meer. Dat is de bedoeling. Hopelijk. Het wordt weer nacht, zie ik. Het wordt heel snel nacht in deze game. We hebben amper wat gedaan. Alhoewel, nou ja, we hebben wel wat gedaan op zich. En ik hoop dat jullie dat genoeg vonden voor deze aflevering. Dat we met de volgende aflevering gewoon weer verder gaan. En dan hebben we weer nieuwe ideetjes. We gaan sowieso kijken of we alle ideetjes verder hebben gaan behaald. Ik bedoel, we hebben de buurt een beetje verkend. We zitten dus in een omgeving met allemaal bomen. Vrij groot. En het ziet er ook nog wel veilig uit met een berg. We hebben hout ingeslagen. Nou, op zich wel aardig wat. En een nieuw gebouw hebben we nog over nagedacht. Maar daar moeten we nog over nadenken. Wat zouden we eens maken? Ik denk dat we eerst een pad moeten maken en dat we daaraan een gebouw kunnen grenzen. Hé, dat is slim. Ik ga slapen en ik zeg tot de volgende aflevering. En nogmaals, weet je een leuk idee? Dan kom je in onze speciale mensenclub. Stuur die even naar het onderstaande e-mailadres als je iets weet. En wie weet, win jij wel in onze prachtige plek. En... wow. What the fuck? Is dit science fiction? Star Wars? Wat een rare wereld. Alhoewel, het is gewoon de Vinsta wereld. Alles kan en alles is mogelijk. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!